What's up guys en welkom bij de meest supergaande talkshow van Nederland. Mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En vandaag de gast twee hele grote jongens in de rap game. Zeker, zeker. En ze staan al in de titel, dus hoe vind ik dat in het gesprek hebben, jongens. Esco en Yo Silvio, fucka boys. Fucka boys. Jullie zijn er, man. Wij beginnen altijd de show met wat nieuwtjes van de week. En daar gaan we het even hebben dan, met jullie dan. We hadden net achter de scherm al een klein beetje over het hele gebeuren met Soufiane Tidjani. En er was deze week ook in de vlog van YouTube is het voorbij gekomen dat die jongen, dan had het er een klein beetje over. En wat vinden jullie van de hele situatie? Ik vroeg het hem in de club een paar, in Antwerpen moest ik in Nox optreden een paar weken geleden. Ja. En toen vroeg ik het ook aan, is dat nou echt of ben je stunt aan het houden of zo op social media? Toen zei die broer, dat ga je niet stunten. Maar wat ik zei dat net ook al, weet je, hij zegt, stel je voor, Moeman of iemand anders uit je omgeving die zo dicht bij jou is, zou dat bij jou doen. Ja. Toen zei ik, maar dat kan niet bij mij, broer. Want degene die zo dicht bij mij, die mijn ossel komen en dergelijke, je weet toch, ik weet waar hun moeders wonen, waar hun vaders wonen of waar hun zusjes of iets. Of ik weet waar hun wonen. Je weet toch, ik zou ze altijd kunnen vinden of ik zou altijd een link hebben, zeg maar. Dat zijn gewoon echt dichtbijstaande mensen. En hij is misschien gewoon de fout ingegaan door de verkeerde persoon toch mee te nemen naar die plek, zeg maar. Weet je. En zouden jullie ook, zeg maar, gebruik maken van social media en het soort van echt openbaar maken? Nee, ik persoonlijk niet. Ik zou het, het is iets privés, toch? Dus ik zou het ook privé houden. Maar ik weet niet. Zou je zeg maar privé houden met... Ja, maar misschien is het zo of zou je gewoon zelf dingen. Nee, dat doen we niet. Het zou anders gaan. Kijk, dat is ook het hele ding. Misschien is die jongen wel via social media tegengekomen. Misschien is die wel zo met. Dat kan ik niet. Volgens mij zijn ze niet zo close met elkaar. Dat had ik begrepen, toch? Maar dan lijkt me het wel dat je weet waar diegene woont. En dat je. Hoe en wat. Maar ja, dat is dat hele ding. Wat ik wel altijd zeg. Je bent er niet bij, hè? Dat is het ding. Je bent niet in de situatie erbij geweest. Je kan er eigenlijk niet over oordelen, zeg maar. Maar dat is mijn mening. Een oordeel, zeg maar. Ik denk niet dat iemand uit mijn omgeving het bij me zou kunnen flikken, omdat ik sowieso, ik kan gewoon voor je komen, zeg maar. Snap je? Je kan niet verbergen, zeg maar. Ja, of je moet weten of je moet weten waar ik woon en ik weet niet waar jij vandaan komt. We kennen elkaar niet en je moet het stiekem doen. Ja, dan kom je ook niet in mijn ossel, weet je? Snap je wat ik bedoel? Maar als ik gewoon zeker weet van, wow, ik lag te slapen, Moeman heeft die stek meegenomen, vaka. Pull up in Utrecht. En dan hebben we nog een tweede nieuwtje. En dat is dat er best wel veel nieuwe labels zijn. Heel veel rappers zetten tegenwoordig een nieuwe label op. Hè? Zoals... Lijpers, Cefalini, Boef, Ismo en Winnen. Laatst ook. Dat zijn er al vijf soort van... Tenminste, Ismo was al een heel lange tijd op zichzelf. Ja. En die had ook... Hij had laatst op Facebook ook gezet van... opeens willen alle rappers labels beginnen, maar weet wie de eerste was. Je weet toch? Wie zei dat? Ismo. Op zijn Facebook. Dus dat was een beetje... We hadden toevallig net een beetje over... En dat is echt niet negatief of ik haal naar niemand uit als ik dit zeg. Je weet totaal niet, want ik heb respect voor iedereen zijn grind in de muziek sowieso. Maar ik vind wel dat mensen het snel al zeggen van een label. Ik heb een eigen label. Ik heb een eigen label. Gelijk, man. Ja. Je weet toch, met alle respect. Je weet toch, als je in een clip van 200-300 euro investeert en je gooit het op je YouTube kanaal. En je gooit het via op Spotify, wil ik niet meteen zeggen dat je een label hebt. Ja. Vind ik. Een label runnen is zeg maar iets meer dan alleen dat. Dan. Veel meer. En dat kan ik echt zeggen omdat ik wel echt degelijk een echte label heb. Ja. Samen met Bart van Houten. Ja. Dus je weet toch. En nogmaals, ik heb respect voor iedereen dat ze voor hunzelf allemaal doen. Shout out naar Bart, want we hadden het ook nooit zo kunnen maken zonder hem. Ik ben eigenlijk vanaf het begin met hem ook daarbij geweest. Je weet toch, ik zie van klasse net zoveel als het van hem is als van mij. Zeker. Bewijs van spreken, weet je. Omdat ik zou dan nooit weggaan. Nooit. Nee, man, nooit, man. Zeker. Waarom? Ik doe gewoon mijn eigen ding daar, broer. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik heb alles zelf in de hand. Ik ben een slimme jongen. Ik ben een ondernemer, begrijp je? We weten precies wat spaap. Je weet toch, zeg maar. En we hebben nog zo iemand als Bart die dan nog alles door kan nemen en die alles omdraait en kijkt naar alles op een andere manier, zeg maar, weet je. Dus, en dat is wat hij zegt. Dus, weet toch, die dingen, soms werk ik ook met mensen, je weet toch. En dan zie je gewoon dat die professionaliteit is er eigenlijk niet. Helemaal niet gewoon, begrijp je? Mensen zeggen manager, maar die manager is gewoon aan het flexen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is wat die manager... Gewoon je niffel. Mijn manager zorgt dat de factures worden betaald. Mijn manager zorgt dat dingen op tijd zijn. Mijn manager zorgt dat ik mijn bed uitkom. Begrijp je wat ik bedoel? Echt een manager, begrijp je wat ik bedoel? En buiten dat omrunt u nog eens die hele label. Want deze man slaapt tot 3 uur.
Ik slaap ook om 6 uur. Ja. Daar mag er ook bij gezegd worden. Wat ik wil zeggen, je weet toch, toen ik van klasse was begonnen, ging ik ook niet naar buiten als label. Want dat vind ik zo, je weet toch, topnotch, Universal, Sony, dat zijn labels. Je weet toch, ik zag het meer als een platform. Ja, dus, juist. Je weet toch, die boys, ik weet niet of ze het uit hun eigen naam noemen dat het een label is, maar nogmaals, all good, je weet toch, want ik vind het dope. Maar Ismo is wel gewoon die papa die gewoon als eerste, dat is wat hij bedoelt, denk ik. Hij is wel die eerste die gewoon echt op zichzelf was, maar ik zou het eerder platform noemen. Ja, toch, ik breng als eerste alleen mijn shit op Spotify uit, niemand eet van mij, als je met mij wil werken kun je mij sponsoren. Ik weet niet precies wat hij allemaal heeft gedaan, begrijp je, maar vanuit mijn oog, je weet toch hoe ik dat heb gezien. Respect voor dat sowieso, want hij is sowieso de eerste die dat heeft gedaan. Snap je wat? Maar is er denk je een reden waarom zeg maar, rappers steeds meer zelfstandig willen worden en niet minder? Ja, waarom dan denk je? Omdat kijk naar YouTube, kijk naar Spotify. De rap game op dit moment heeft dat een beetje unlocked. Het is toegankelijker geworden, het is makkelijker geworden. Ja, veel makkelijker. Ik weet nog vroeger, als je op YouTube iets dropte met allemaal foto's achter elkaar geplakt, pakte je geen moer. Nu zag ik laatst van Cefalini's kant, die Frenchie B of zo. Hij heeft nu al 6 ton views. Ja. Nog nooit van gehoord. Ja. Dat is gewoon ziek. Dat kon vroeger niet. Dat is echt onmogelijk, man. Ja. En dat is ook de reden waarom ik zelf ook... Maar denk je dan dat grote labels op den duur zeg maar, iets steeds zwakker gaan worden en steeds minder de touwtjes in handen gaan krijgen op artiesten? Of blijven juist door deze chaos van views en zo gaan hun ook heel lekker. Kijk wat er is gebeurd met Lil Kleine. Kijk wat er is gebeurd met Ronnie. Ja. Kijk, Jonah bij Ark. Ja. Frenna. Free Frenna sowieso. Ja. Maar je weet toch, dus... Nee, ik denk dat het voor hen alleen maar beter is, man. Maar jezelf was een beetje met YouTube, toch? Vroeger was het moeilijk om op tv te komen en zo. Nu is het toch allemaal een beetje in de wereld en zo. Je bepaalt het zelf. 10 jaar geleden. Ik schrok, man. Ik kijk nooit tv. Ik zit met mijn vader en met mijn broer. Zaten we gewoon te chillen met zijn kindje en zo. Je weet toch, eindstand... Ik kijk naar Excite, ik zie gewoon mezelf daar opeens. Je weet toch? Ik kijk nooit naar daar. Je weet toch? Dus ik zo, en mijn broer zegt, kijk. Wow, faka. Dat is wel grappig inderdaad, jawel man. Dus dat is, ik focus daar niet, ik besef mijn focus is niet eens op tv. Qua mijn muziek, op YouTube en alles en Spotify is meer dan zat. Ja. Wat je net zegt, het was moeilijk op tv, ik focus niet eens daarop. Nee, vroeger was het echt tv. Als je TNF had, had je het echt op de box. Ja, man. Hij zit de box. Ik mis de box, man. Maar omdat je zei net van, ik zou voor geen geld zou ik zeg maar weggaan van klassen. Maar stel je voor als een hele grote label dan echt met een deal zou komen. Dat je zegt van, oké, nou je krijgt bij ons 4 ton tekengeld. Ik zeg maar wat, hè. 4 ton ligt daar aan op basis van hoe lang. Als ik die 4 ton niet aanneem, dan krijg ik een paar klappen van Bart. Zelf, dat is die hele fatu, snap je? Ja. Maar dan zou ik nog steeds van klasse blijven. En die hele ding is, broer, ik kan, dat is niet om wat of zo, je weet toch, ik heb met ieder label heb ik al gepraat. Hmm. Letterlijk ieder label wat er is, ieder label is op me afgekomen en ieder label ben ik bevriend mee en ben ik super papin mee en alles. Ja. Je weet toch, maar ik ga niet bij ze zijn aan het einde van de dag. En waarom? Omdat het is gewoon iets wat ik samen met Esco kan doen, broer. Je weet toch, op het moment dat ik dat wou nog vroeger, zeg maar, weet je, je weet toch, ik kwam net bij Esco, zei ik tegen hem, eigenlijk wil ik naar topnotch. Dat is een beetje wat ik wil. Je weet toch? Ik ben super straight gewoon, je weet toch? Dat is gewoon wat ik zei. Als ik het doe dan, je weet toch? Want hij heeft me overgehaald om dit te gaan doen, snap je? Hij zei tegen mij, ik zei, als ik het doe, dan doe ik het een half jaar. En als ik een half jaar geen fucking views pak, dan doe ik niks. En binnen 3 maanden hadden we Lehnash zeg maar, eruit gegooid, zeg maar. In die fase dat we gingen droppen. Dus dat was heel ziek, je weet toch? Dus ik ben ook geschrokken zelf toen, zeg maar, daarvan. Toen ben ik al met iedereen in gesprek gegaan en toen zag ik al van... We hebben nu eigenlijk iets gecreëerd, een platform zelf, weet je? En ik hou 1 miljoen views... In 30 dagen op een clip, makkelijk zeg maar, op het Van Klasse kanaal. Alles loopt goed, mijn album is de eerste keer dat ik een album, een tape maak, überhaupt. En het komt gewoon op 5 binnen in de Dutch Top 100. En het is nog steeds niet uit die Top 100 tot de dag van vandaag. Ja. Dat is, je weet toch, dat vind ik zelf master, begrijp je? Waarom zou ik dan zeg maar, ik denk dat mijn tweede album onder VK nog harder kan slaan. En hij komt eraan. Hij is er bijna, broer. Hij is al af, maar ik wacht alleen met hem droppen, je weet toch? Ik kan 3 albums droppen, broer, zo spreek ik. Ja, man. Tuurlijk, ja, dus dat moet ik echt bij zeggen. Dat mag de hele buitenwereld weten. Sowieso hou ik van iedereen van klasse, maar dit is wel de meest hardwerkende guy van VK. Ja, man. Maar jij werkt ook keihard, man. Broer. Maar is thuis. Ja, maar qua muziek, deze man rent van... Ik weet nog dat we Was Je Bij Me clipshoot hadden, de hele dag. En het was een zware clipshoot. En aan het einde van die clipshoot belde Ali ons om de studio op te pakken. Ik dacht van nee, ik ga lekker mijn nesten. Je weet toch, ik ben kapot deze man is de hele nacht gewoon door gaan knallen. Ik heb zo 2 rare pokkels nog daar geflipt. Dus, dat mag wel gezegd worden over hem. Maar stel je nou eens voor dat hij zeg maar
wel zou tekenen. Stel voor, hij zegt hij blijft altijd voor de klas, maar stel je voor, er was een scenario geweest dat hij gewoon wel zou tekenen. Zou jij dan jezelf in je rug gestoken voelen of totaal iets? Totaal niet, man. We hebben er veel over gesproken. Er was zelfs nog een tijd, dat was voor Master volgens mij nog, dat ik zelf ook nog zei, misschien is het verstandig naar daar te gaan. Je weet toch, maar los van, het is alleen het uitbrengen. Een label is alleen het uitbrengen. Dat gaat niks veranderen tussen hoe wij muziek maken. Ja. Hoe wij management doen. Ja, tenzij ook management anders gaat doen. Maar los van dat, nee man. Het is, het is niet achter onze rug. We doen alles samen. Alles, elke stap die hij maakt in zijn carrière, doen we samen. En het zou ook zo blijven als hij ergens anders heeft. Maar we mogen wel zeggen dat Josilvio zeg maar wel de grootste is van klasse, ja, toch? Zeker, ja, tuurlijk. En wie hebben jullie nog meer daarbij? We hebben Hansi, hebben Jermaine Niffer. Ja, Zen Lu Wei, dat is een nieuwe guy. Hij heb ik voorbij zien komen. Ja, hij heeft een nieuwe single ook met hem, Hocus Pocus. En Latifa zit hier ook bij jullie? Nee, die is weg. Latifa is topnotch toch nu? Ze is nu topnotch. Ja? En we hebben ook nog producers sinds 96. Platte oplomen, rotation heeft hij gemaakt. Wat is voor jou zeg maar een beetje de key om, van een succesvol label? Ja. Wat is dat voor jou? Diversiteit. In? De artiesten. Artiesten. Zo uniek mogelijk zijn. En hard willen werken. Omdat je ook zegt van ja, Josilvio is de meest hardwerkende guy van jullie label. Ja, van mijn kant. En wat merk je dat dan, los van het feit dat je zeg maar dan... Nou, gewoon precies wat ik net zeg, na een clipshoot dat zo... lang duurt, zo zwaar is. Midden in de nacht waren. Midden in de nacht bellen om een track dat het niet eens voor hem hoeft. Ja. Weet je, en Ali belt hem van, hey, het is Pokémon, die van Atje en Seven, toch? Ja, die is het geworden, toch? Ja. En hij kon ook makkelijk zeggen, we kunnen morgen of een andere dag, maar deze man kon diezelfde dag nog. Je weet toch? Zelfs ik zou nee zeggen. Je weet toch? En hij doet het wel. Je weet toch? En dat is, daarom staat hij nu waar hij nu staat. Omdat hij gewoon goed werkt, hard werkt. Is het moeilijk om, want ik neem aan, kijk, als je bijvoorbeeld een hoofdartiest hebt, dan heb je, weet je, die heeft dan prioriteit, weet je, want hij gaat lekker. Heb je dan soms ook het gevoel dat je de rest een beetje links laat liggen van je artiesten? Of is ieder een beetje op zoek? Letterlijk, daar kan ik je antwoord op geven. Ja. Na Master hebben wij helemaal geen muziek meer samengemaakt. Niet. Het enige wat ik heb gedaan is hier en daar, als ik een verse van iemand kreeg die ik dan geen spot had om eventjes te tapen, dan tape ik gewoon bij Esco, zeg maar, weet je. Ik heb geen eigen boot of zo, snap je? Dus of ik tape het bij diegene dan, of ik tape het bij hem. Dat is de enigste waarom ik heb getaped. Ik heb de laatste twee weken geleden heb ik een huis gehuurd in Friesland. Daar heb ik 80% van mijn nieuwe album, van wat ik ga uitbrengen, denk ik, heb ik daar gemaakt, zeg maar. Ik ben nog niet door de hele selectie heen. Wat daar heb ik hem pas 3 dagen met me gehad en hebben we pas weer muziek gemaakt, zeg maar. Het hoeft niet meer, zeg maar. Hij hoeft niet meer, zeg maar, niet meer met mij bezig te zijn, zeg maar. Ook al ben ik die hoofdmannetje in VK, zeg maar, qua draaien en alles, zeg maar. Hij hoeft zich niet meer met mij bezig te houden, want het muzikale en mij sturen naar van, hey, ga een beetje dit doen of een beetje dat doen, dat hoeft hij niet meer te doen. En als hij het wel moet doen, dan hoor ik het wel, zeg maar. Want vroeger was het wel zo, ik zag dus een interview van jou met Puna, volgens mij. Ja. Toen je zei van, ja, hij is nog een ruwe diamant en moet nog groter. Is dat nu gelukt? Ja, zeker, man. Ja, zeker. Want precies wat hij zegt. Hij heeft mij qua mijn begeleiding... In het begin nodig gehad. Ja, dat had hij gewoon nodig en nu heeft het hij gewoon niet nodig. Totaal niet. Hij maakt gewoon pokoes. Ben je nog wel kritisch op hem? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk, man. Tuurlijk. Maar dat weet hij ook. Soms is hij helemaal verbaasd, helemaal deze pokoe. En dan denk ik van, oh, dan zie ik ook gewoon dat hij teleurgesteld is. Ja, tuurlijk. Ja. Je weet het, maar dat heb ik hem laatst nog gezegd. Na mijn Hassop, zeg maar, heeft hij geen één neppe verse of track gemaakt. Misschien wel minder goed. Maar geen één slechte gewoon. Dat zei ik je laatst, toch? Ja, maar klopt. Snap je? Dus deze man, Want ik zag ook dat hij had, zeg maar, in een interview zei hij van dat jouw hoofd vaak heet heeft gemaakt en zo. Ja, maar hebben jullie vaak hevige discussies of ruzies gehad of zo? Of? Nee, toch? Nee, man. Dat zijn echt... Gewoon echt cool. Alleen gewoon... Ja, weet je wat is met Esco? Ik naar Esco kijk, ik ben eigenlijk heel anders dan Esco. Ik ben echt, je weet toch? Ik ben heel anders dan, ik ben half Nederlands, half Egyptisch, maar ik ga bijna niet met Nederlandse jongens om ook, zeg maar, weet je. En Esco is echt mijn Nederlandse mattie, zeg maar. Esco is ook niet de standaard. Ik ken hem ook van de middelbare school, toch, Ik ken, maar dat ook sowieso, dat Esco is niet zo'n, en ben je wel een cliché Nederlander, ik ken ook genoeg cliché Nederlanders die topgasten zijn, je weet toch, maar Esco, je weet toch, ik ken hem van de middelbare school, nog met die lange, gekke haren van je. ik ook, haren tot hier, shaakkaps, zo alles, helemaal gek, je weet toch. Middelbare school ben ik van afgestuurd en daarna zijn onze wegen gescheiden, zeg maar. Dus hij is nog steeds diezelfde vriend van, weet je, hoe zeg je dat? Als ik met hem ben,
voel ik me soms wel weer dat jongetje uit de vierde. Begrijp je wat ik bedoel? Zo, ja, die van school af is gestuurd, zeg maar. Dat is soms... Je weet toch, ik weet niet, man. Je hebt die geschiedenis. Dat heb ik, ja, met Esco gewoon heel erg, man. Dus, ja, het is echt een broederschap, zeg maar, man. Zeker. Maar jullie hebben dus samen op dezelfde school gezeten en jij bent er vanaf gekikt toen? Hij ook, maar ja, ietsjes later dan. Dus jullie... Ja, je noemde jezelf ook echt een probleemkind. Ja, het was ook een probleem. Maar hoezo dan? Wat was het mis met je? Ja, ik moest naar een speciale school. Esco was erg, hè. John kon roken met mij alles, hè. Wat denk je? In de klas dan? Tijdens wiskunde. Weg van de klas, gewoon, we gingen weg. Je weet toch, John kon roken buiten op school en irritant doen, dingen stelen, vervelend doen. We begonnen, volgens mij was dat ook die school waar ik het eerst begon te dealen. In voorgedraaide hash met dingen. Je weet toch, die in die capsules. Ja, weet ik niet of je dat goed nog weet, die capsules dat van weet dingen. Ik heel je goed weet dat? Ja, maar dat is. Hoe kwam je op dat? Ja, maar, snap je? Awesome, man. Ja, maar dus. Ja, ik ging naar een speciale school, toen werd ik daar afgestuurd en toen ging ik nog naar een specialere school en dat was die school en daar zat hij ook op. Was dat een smokschool of zo? Nee, geen smokschool. Maar je bent dus van een smokschool, je bent dus van een probleemschool naar nog een ergere probleemschool. Ja, en daarna ben ik daar ook van afgekikt. Maar als je toen had ik gewoon geen school meer, ze hadden me nergens van. Als je daarvan afgekikt waar wij zitten, dan moet je echt ver zijn, hè? Dan kon je nergens meer heen. Of er was een speciale smok, maar die was helemaal vol. Dus ik heb toen geen school meer gehad op mijn 9. Ik heb vanaf mijn 25 geen school meer. Maar je hebt toch... Ja, precies. Vanaf mijn 16. Ik geef je zomaar een box, maar ga naar school. Ik moet jullie ook een box geven. Ik was daar ook, maar ik heb een probleem school. Maar ga naar school, het is niet hard. Je moet er geen fuck. Ik heb een diploma, ik heb diploma. Ja, zo. Ik ben jaloers. Ik heb ook diploma, MBO2, ICT, wat denk je? Ik heb ICT 2 tegen gedaan, man, maar ik heb het niet afgemaakt. Ik heb hem afgemaakt. Weet je wat me wel altijd soms een beetje emo maakt? Ik heb nog nooit die examen. Ik ook niet. Nooit. Ik heb nooit dat meegemaakt, man. Nee, precies. Ik weet niet hoe het tentamen eruit ziet. Mama, broer, weet je hoe ik mijn diploma heb gekregen? Gewoon eerlijk is eerlijk. Ik ben naar daar gegaan, ik heb stage gefixt bij een man in Almere. Yes, shout naar jou. Allah, hij was echt herres daar aan, man. Die man, hij pakt alles uit die laptops van die mensen. Ik expose je gewoon, ik heb scheid. Hij is toch ouwe man, zo flikker daarom. Die man is eentje in die zaak nog. Ik heb sleutel, alles. Hij gaat uitslapen, papap. Ik ga eten koken daar. Ik laat chimmeids komen op die zaak, alles helemaal gek. Was dat je stage? Stage, ja. Het enige wat ik deed was laptops aannemen van mensen die kapot waren. En dan kwamen ze de hele maand langs. Of die laptop al gemaakt was, maar die man was er nooit. Begrijp je wat ik bedoel? Ik zit dan in de tweede aan het kijken, chillen, chimmeid, joints roken. Eindstand, die stage heb ik gedaan, hij heeft voor mij afgetekend, die uren. Klaar ben ik niet meer naar school gegaan. Een jaar later heeft die Bas, shout-out naar die leraar, echt man. Ik was niet meer in die school, niks. Heeft hij mij gebeld een jaar later. Zei tegen mij, luister, die staat extra nees ingeschreven, dat wist ik niet. Maar luister, dan kom eventjes langs. Je weet toch? Ik zeg, nee, weet je wat, schrijf mij uit. Hij was gewoon relaxed. Ik zeg, schrijf mij gewoon uit. Ik was al lang niet meer daar, je weet toch? Ik zeg, schrijf mij uit. Fuck die Tori Amati. Ik was met hele andere dingen bezig. Hij zegt, ik kom gewoon eventjes langs, je weet toch? En ik heb iets voor jou hier. En toen heeft hij mij een blaadje gegeven met al die projecten die ik moest doen. Ik had er misschien een derde van gedaan in die klas in die jaar dat ik daar zat. Heeft hij voor mij afgetekend. Zei hij tegen mij, we gaan nog alleen eventjes snel die uren van jou ophalen thuis. En dan kan je diploma ophalen. Oh, dus was shout-out naar die leraar. Je weet toch, hij heeft mij wel echt gegund. Je weet toch, gewoon een jaar nadat ik niet meer op school ben geweest, heeft mij gebeld. Zegt hij, kom gewoon langs. Heeft mij gewoon eigenlijk die diploma-chance gegeven. Een leraar heeft mij nooit gegund. Volgens mij heette die Stefan of zo, je weet toch? Ken je die vrouw die ICT deed bij onze oude school? Ik weet niet meer, man. Met kort haar. Weet je hoe hard ze mij een keer had genaaid, gek? Wat dan? Weet je wat ze had gedaan? Geen grap, hè. Ik meen het, hè. Ik was in de klas, maar ik was wel altijd echt vervelend en zo. Ja. Maar dus ik loop in de klas, ik kom naar binnen. En ik had altijd mijn broek laag, nog steeds. Het is lelijk, ik weet het, maar soms ben ik gewoon lui. Zo. Ja, okay. Maar ja, daar had ik dat dus ook. Dus dan denk ik, die vrouw, ik deed wat vervelends of zo. Dus ze begint tegen mij te schreeuwen van, ja, dit, dat, zo, je komt net van de wc. En je hebt een hele remspoor op je onderbroek zitten. Dus de hele klas begint me helemaal verrot uit te lachen. Begint me helemaal uit te lachen. Ik begin helemaal rood te worden. Waar heb je het over? Terwijl ik niks had. Je weet toch, leraar, we hebben het nooit gegund. Ze hebben me helemaal gek gemaakt. Man. Ja, maar dat heb ik toch ook op die shit. School, ja, dat is ergens op, toch? Ik zeg plantje gewoon in de hele klas. Ja. We hadden een directrice met glazen oog, man. Ja, man. Dat is toch een probleem? Op een school met zoals ons, dat doe je toch niet? En dat doe je toch niet? En waar een wiskundeleraar die homo was.
Die had ik niet. Die homo was. Het wordt toch niet op een probleemschool? Ja, toch? Je bent al, nu zou ik nooit meer die vrouw lastig vallen. Je weet toch, nu zou ik gewoon normaal doen en zo. Maar toen die tijd, broer, als je dan al in een... Je moet met hem bijvoorbeeld... Ik zat de klas hoger dan hem, maar... Ik zat ook met roen mensen. Stel je voor, je moet hun met hun nablijven of iets. Ze wil gewoon niet eens dat je hem na hebt gebleven eigenlijk. Ze wenst in haar leven dat je niet hebt nagebleven. Je maakt haar helemaal ziek, broer. Is niet leuk, man. Nou, tot zover jullie schoolcarrière. Ja, man. Heftig. Ja, man. Score. Heftig. Maar dus op jullie 16e waren jullie gekapt? Of 15e? Met school? 15e. Ik was 16. 15 en 16. We hebben ook in een internaat gezeten, toch? Ja, vanaf mijn 17e tot 18e. Zo, dat is ook wel... En waarom ben je in een internaat gezet? Door je ouders was dat dan toch? Ja, eigenlijk werd het zelfs uit de handen van mijn ouders genomen. Want op een gegeven moment, omdat... Als het zo erg is, ging je kind gaat niet meer naar school. Je kind mag niet meer naar school. En het was echt een kuttijd voor mij thuis, weet je. En mijn ouders hadden het echt totaal niet breed. In de schulden ook. En mijn moeder wist gewoon niet meer wat ze moest doen. En die heeft toen via hulp gezocht. En vanaf dat moment hebben hun alles uit handen genomen. Ja. En dat weet eigenlijk niemand. Maar omdat ik er niet trots op ben en ik praat er niet graag over. Ze hebben me niet in een internaat gestopt. Ze hadden me in een psychiatrisch ziekenhuis gestopt. Oh, serieus? Ja, dus toen ik daar was, zei ik nog van... Hey, dit ziet er niet uit als een internaat. Want we hadden echt deuren, hekken, katralies voor mijn raam en zo. Dus... toen zeiden ze van, dit is ook geen internaat, hoe kom je daarbij? Dit is een instelling, je weet toch, voor mensen die echt zieke problemen... Niet natuurlijk, ze kunnen wel normaal doen, maar wel echt met problemen. Toen heb ik nog tegen mijn moeder gezegd, je weet toch donders goed dat dit geen internaat is? Ze zeggen, wel, het is wel een internaat. Dus ik voelde me genaaid. En ze zeiden ook, die mensen daar, die socials, zo noem je dat, die begeleiders, zeiden ook van, eigenlijk hoor je niet, je weet toch. En ik heb best heftige dingen daarmee gemaakt. Ik heb mensen die polsen in de gang open snijden. Ik heb twee keer mensen voor een trein zien springen. Eentje vanaf een viaduct op een auto. Weerden ze echt geen leuke dingen daar. Dus ja, dus vanaf dat moment is eigenlijk heel fucked up gegaan. Je moest daar een jaar blijven. Ja. En... Wel weekend maar dat is het systeem, gelukkig. Toch? Dat is het systeem hier in Nederland, jongen. Als het even fout gaat in de gezin of iets, snap je? Dan willen ze het liefst gelijk... dan willen ze gelijk dat uit handen nemen van de overheid. Dat moet stoppen sowieso bij heel veel... Ik vind het heel zielig om te zien soms. Heel veel gevallen werkt het niet. Heel veel gevallen werkt dat helemaal niet. Ja. Je weet toch, omdat iemand bijvoorbeeld wat je zegt in de schulden zit of zo. Wij hebben dat ook gekend thuis, begrijp je? Ik heb ook Rikkels en Tories alleen maar gehad, je weet toch? Ja. Wouden ze ook allemaal het nee, iets doen, wouden ze gelijk mijn broertje en zusje ook in dit programma zetten. Snap je wat ik bedoel? Maar het is dat ik, ik ben ook hardcore met die mensen geweest. Daarom je hebt wel geluk gehad dan, soort van, want het had ook heel anders kunnen af. Want heel veel mensen die dat meemaken, die zijn nu misschien junk geworden of die zijn dakloos of wat dan ook. Maar kijk, dat is nogmaals, je weet toch, dat ligt helemaal in je eigen handen. Net als nog helemaal op het begin over ook wie over de vloer bij jou laat komen enzovoort. Het ligt allemaal in je eigen handen. Kijk, luister, ik wist altijd al van mezelf, ook op die probleemschool, er zitten hier ook echt gewoon woesjongs, gewoon ito's. Je weet toch wat ik bedoel? Hij laat zijn broodje van Ito's. Een Ito. Gewoon een Ito. Weet je wat een Ito is? Wat is een Ito? Gewoon een Ito. Gewoon. Jij hebt altijd nieuwe pointjes, man. Op mijn Amasco. Ito's van die rare gasten gewoon. Je weet toch wat ik bedoel? Gewoon. Dat je denkt van dat gaat niks worden. Dat als je gaat vechten met hem bijvoorbeeld. Je weet toch dat hij... En dan zo met jou doet, je weet toch zo, en met jou vechten. Dat soort mensen had je ook. En dan weet je al, hier hoor je niet bij. Dit is, je weet toch, dit is niet... Die mensen had je ook op score en zo ertussen zitten. Maar vond je het dan kut om daartussen te zitten? Ja, natuurlijk, man. Ik zit met 3 chimites in de klas, 30 boys. Wat is daar leuk aan? Ja, die had ik ook, man. Ik had die ook, man. Dat vind ik goed, broer. Ik zit met 30 boys, 3 chimites of zo, man. Wat zeg ik nog? 15 boys en 3 chimites. Dan maak ik nog die klasse klein. Ja, die kleine klasse, die had ik ook. Begrijp je wat ik bedoel? Pas op MBO. Toen was herres met chimites. Heb je nog wel eens met je ouders erover gehad, over die tijd? Ja, man. Dus we praten er liever niet echt fanatiek over, natuurlijk. Nee, snap ik. Maar het is gewoon achtergelaten. Het is, heeft je ma spijt dat ze het heeft gedaan? Ik denk de manier waarop, zeker. Maar ik kan haar niet blamen. Aan de andere kant, dat ze wist gewoon echt niet wat ze moest doen. Ja. Ik hou zielsveel van mijn moeder. Je moeder is het belangrijkste in het leven bijna, weet je. Dus het is, ik het weet is het ook, belangrijkste in het leven. Is het belangrijkste ja, denk het ook wel. Maar wat het is van, ik weet dat ik echt een kutjoch was. Ik weet, ik heb echt mijn fouten gemaakt. Ik weet, weet je, dus ja, we praten er af en toe over, maar het is all good. Kijk, ik ben nu blij waar ik nu sta. Snap je? Kijk, daar ben ik wat je bent, kijk wie je bent vandaag. Maar, vandaag. Je weet maar wat ik wel erbij moet zeggen, ik weet niet hoe het was afgelopen als ik geen muziek had. Nee, dat was ook iets wat ik aan vraag, man. Hoe je dan ervoor zou staan.
Maar ik weet nog, toen ik daar zat, in dat internaat zeg maar, toen kwam die sessie uit van Bokusan. Zijn eerste sessie, ik weet niet of jullie die nog kennen. Daar was het toen nog met Super Saiyan Beast. Met die, toen die man zijn shirt ging uittrekken daar. Ja, yes, yeah. Yes, dat was de eerste track. Ik weet niet waarom ik dat alleen... Ja. Sharada Biga. No. Maar dat was de eerste track. Toen zat ik bij Gooi Ze Goons ook van Rascals. Oh, yeah. Toen werd muziek voor mij een beetje serieus. En toen ben ik alles daarop gaan focussen. Alles gegeven. Toen kwam ik mijn eerste 1-1 bar sessie met Priester en met Negative. Mm. Toen begon alles te rollen. Toen begon alles gewoon... Ja, begon ik maar echt te veranderen. Maar je was dus rapper en producer tegelijk. Want hoe is die verdeling voor jou, zeg maar? Want je was rapper of je bent nog steeds rapper? Of... Want ik vanaf mijn 12e wou ik altijd gewoon rapper worden. Ja. Gek veel geschreven. Ik keek op naar 50 Cent, Eminem, Biggie. Ik wou altijd rappen tot mijn 17e. Ik maakte af en toe beats daarbij. Gewoon af en toe voor de grap. Je bent creatief, dus dat doe je. Je wilt alles weten van muziek. Was je toen al goed in beats ook? Nee, gewoon... Maar nu is het helemaal omgeswitcht. Ja, kijk, wat die grap was... toen kwam Rascals naar me toe van... je maakt ook beats toch? Laat eens wat horen. Toen had ik die beat naar me toe gestuurd. Toen hadden ze meteen een track opgemaakt en meteen een clip van geschoten. Mm. En toen dacht ik van, hey, hier zit misschien ook potentie in. Toen was ik zo gretig om nog meer beats te gaan maken. Ben ik dat gaan doen, en toen begonnen mensen mij weer meer te waarderen als beatmaker dan als rapper. En toen ben ik helemaal... Vond je het kut? Nee man. Nee? Nee man, want ik vond het net zo leuk. Zeg ja, maar. Precies. Hey, maar Esco is een harde rapper, hè? Mensen vergissen zich daarin. Ik vind Esco echt één motherfucker. Hij is echt een harde rapper, je weet toch? Maar ik denk gewoon dat het publiek in Nederland ook gewoon nog niet klaar is voor heel veel dingen, je weet toch? Voor heel veel verschillende soorten artiesten. Je moet gewoon je plek kennen, je weet toch? Je moet je precies, plek je weet toch? En hij heeft een mooie plek gevonden, je weet toch? Dat is ook een beetje. Dat is nothing, man. Ik bedoel, ik heb een label met een van de hardste artiesten in Nederland. Ja. Ik ben producer, ik vind mezelf een goede producer. Ik ben helemaal cool, man. Maar we horen je de laatste tijd niet meer vaak rappen. Eerst was het gewoon af en toe nog daar aan first. Ja. Is dat een bewuste keuze dat je gewoon niet meer hebt? Ja. Ik heb soms wel eens die prikkels, natuurlijk, als ik in de studio ben. En dan heb ik opeens 3 pokus of zo, bijvoorbeeld die met je zijn en zo, je weet toch? Dat soort pokus. En dat heb ik af en toe nog, maar ja, dat is gewoon meer als hobby. Ik moet wel zeggen, er komt een Van Klasse tape aan, dit jaar nog. Waar jij ook op staat. Waar ik ook op rap. Dat moet, weet je toch? Dat moet, anders hebben we ruzie. Ja, snap je? Dus dat komt er nog, maar ik die EP's gaat uitbrengen, de singles gaat uitbrengen, albums, nee. Maar heb je nooit dat je een beat maakt dat je denkt, niemand krijgt deze. Nee, heel soms heb ik dat van, dan begin ik zelf gewoon erop te flowen en dan ga ik tapen en dan... Maar 9 van de 10 keer, weet je wat het ook is? Ik zit niet thuis beats te maken. Dat wil ik net zeggen, hij maakt zijn hardste beats als die met jou is. Je weet ook niet die met jou in een vibe is. Hoe die met mij komt, gaat daarom... Is het sound wat ik met Esco heb, is echt een Yo Silvio XX Esco sound. Dat hij met Seven heeft gedaan, is echt een Seven Esco sound. Wat hij met Jonna doet, is echt een Jonna. Je weet toch, hij komt echt in een sound met een bepaalde artiest. Je weet toch, en bij iedere artiest heeft hij natuurlijk een bepaald beeld zoals iedereen dat heeft. Je weet toch? Precies. En dat vind ik, maakt een producer, geen beatmaker. Je weet toch, een producer moet een artiest... Maakt niet uit hoe groot hij is, dat maakt niet uit, je bent een producer. Dus je moet ook diegene kunnen coachen in kleine dingen. Ja. Weet je, en dat is wat een producer maakt, vind ik. Elke dag heb ik wel een sessie met iemand en dan zo maak ik mijn beat van. Heb je wel eens een beat gemaakt voor iemand en dat hij me helemaal had verpest ofzo? Dat je dacht van, wat doe jij? Jammer man. Wat doe jij dit? Wat doe jij hier? Helemaal verpest? Niet. Maar tuurlijk, er zijn zoveel tracks wel eens gekomen van, dit is gewoon niks. En dan laat hem... Hou hem eraf gewoon. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, zeg dat ook gewoon in zijn... Ja, tuurlijk. Ja, je moet wel eerlijk blijven toch? Van je stopt die beat gewoon, hé bro, stop man. Nee, kijk, dat niet. Tuurlijk niet. Ik laat hem dan natuurlijk zijn hele ding afmaken. Ja. Maar als ik eindstand hoor van... Maar meestal doe ik dat van mijn kamp. Dan zeg ik van, hey, boys, deze pokoe is niet zo hard. Geen probleem, we maken gewoon een andere pokoe ervan. En die beat gooien we weg of geef ik aan iemand anders. Wat kost een beat van jou eigenlijk nu? Zijn die supergaande vragen, hè? Dat is supergaande. Ik denk dat je gewoon een factuur... Nee, zwijgerig. Ik denk dat je gewoon een factuur moet opvragen bij Batje. Van een offerte. Je weet toch? Een offerte op laten maken. Ik ga niet zeggen, het is een beetje persoonlijk, maar wat denken jullie? Ik denk dat je zit tussen de 1200, 1500 euro. Zoiets, denk ik. Is het wel goed? Voor een productie. Ja. Je weet toch, gewoon met jou in de boot zitten, poppetje maken. Maar ze gaan ook wel hoger, hoor. Ja. Het kan hoger, natuurlijk, maar ik denk zoiets. Maar je zit goed. Ja, je zit zeker. Dat is een leuke. Maar kan je ook echt... ik neem aan dat je wel kan leven dan ook echt van je muziek, toch? Nou, wat het is... Of kan niet iedereen betalen? Ja, dat ook. Ja, maar de laatste tijd...
fuck ik juist heel veel mee. En dat is niet bewust hoor, omdat ze niet kunnen betalen, wel betalen of zo. Maar ik werk gewoon heel veel met labels. Dus ik werk heel veel met Atje, die zit gewoon onder een label. Ik werk heel veel met Seven, die zit gewoon onder een label. Die betalen gewoon. Ja, snap je? Dus ik werk niet zoveel met, en nogmaals, het is niet een bewuste keuze, maar ik werk niet zoveel met rappers die niet stabiel zijn, zeg maar. Met welke artiest fuck ik veel die niet onder een label zit? Niemand. Alleen Steve, want dat, Steve is gewoon. Shout out naar Steve, man, sowieso. Steve man. Is keihard. Horen. Ja, Horen, shout out naar Horen. Je weet toch, dat is. Maar voor de rest. Flexie ook, man. Flexie ook, mijn neefje Voor de rest, ja, nee, niet. Maar je fokt ook heel veel met Jonah even al in het begin, toen hij nog niet echt. Toen hij nog coming was. Jonah zag maar met. Ja, en je had ook een boek, zo heet die boek? Iets met dromen. Dromen, ja. Hoezo heb je Jonah nooit getekend bij Van Klasse? Weet je wat die hele grap is? Toen wij 14 waren, of 15, nee, 16. 16, toen kwam Jonah vaak bij mij over de vloer om muziek te maken. En Seven kwam ook vaak bij mij over de vloer. Dat is echt al meer dan 7 jaar geleden of zo. En dat vind ik ook zo tof om te zien. Je weet toch, wij hadden alle drie hadden we gewoon echt die passie om iets te gaan doen. En we zijn echt letterlijk tegelijkertijd hebben we alle drie iets gedaan, zeg maar. Ik weet niet, ongeveer 2 jaar geleden kwam Jonah met New Wave. Toen, in die tijd kwam Seven met zijn 101 bars. In die tijd kwam ik ook met Seven en met Van Klasse. Dus dat is gewoon mooi om te zien, man. Dit vind ik gewoon keihard, man. Die jongens ken ik al echt lang. We werken al super lang samen. En we hebben het allemaal op onze eigen manieren in dezelfde periode iets gedaan in de game. Had je ook verwacht van jullie allemaal dat iedereen zo hard zou gaan? Ja, ik heb persoonlijk, en Jonah weet het, heb ik hem altijd gezegd, ik vind jou de hardste rapper, man. Ik weet niet of jullie die Jonah rap kennen. Ja, Jonah rap. Ja, die song, dat vind ik ook super tof. Je weet ook die song shit van hem, die hitjes, super hard. Maar die rap Jonah? Ik ken die shit nog van vroeger, man. Keihard. Dat is dood. Keihard. Dat is heel dood. Echt keihard. Zie jij jezelf als de beste producer van Nederland, momenteel? Nee. Niet? Nee, man. Waarom? Boas, man. Ja. Boas? Boas is een legend, man. Hij is voor mij de allerhardste, man. En waarom? Misschien zelfs in de wereld, hè. Ja? Ja, geen grap, man. En waarom dan? Ja, die jongen is zo uniek met zijn beats. Ja. En zo hard. In een club, maakt niet uit wat voor muziek je luistert, het klapt je. Zou je met hem willen samenwerken of heb je al een Nee, we hebben al een paar dingen gedaan. Ja? Ja, man. Dat is wel heel dik. Ja, ik voel me ook echt geblesst, man. Ja, je was blij met dat, hè? Ja, tuurlijk, man. Ik kijk al jaren. Ik heb met Boas in studio. Ja, man. Was loud, man. Was hij ook een soort inspiratie voor je op het moment dat je speelde? Vroeger was ik echt een. Toen zei hij ook nog een keer tegen me, toen hij net bij mij kwam. Ik dacht, die maakt alleen maar soortige Boas beats. Want je weet toch, hij was echt een inspiratiebron voor mij. Maar dat zei ik toch ook? Ik heb het over jou. Jij zei dat tegen mij, je weet toch? Dat zei ik ook tegen hem toen ik daar was. Je weet toch? Ik was daar een tijdje terug, je weet toch? Toen zaten we ook eventjes. Man is echt ziek, ik zeg je eerlijk. Maar toen zei ik ook, ik kom helemaal geen beeld bij jou vormen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat ik al die dingen nu heb. Maar hij komt ook niet in de media of zo, Boas. Nee, hij zit nergens. Vette papi, hij is echt een vette papi. Ik zag hem, ik liet hem ook een paar trapping dingen op mij horen en zo. Hij vond dat lauw. Je weet toch, dat is een mooie papi, man. Hij is echt maar heb je dan, kijk, want Boas bijvoorbeeld is ook heel erg internationaal bezig. Heb je dan ook die ambitie om echt internationaal wat te doen? Of denk je van, ik hou het lekker hier in Nederland? Nee, natuurlijk hou ik het niet lekker hier in Nederland. Er zijn dingen al aan de gang. Ik kan niks verklappen, ga niks verklappen. Maar er zijn zeker dingen aan de gang. Maar als in Europa, Amerika? Beide. Ja? Ja. Dat is wel dope. Ja, man. En zijn er nog artiesten die je wil gaan tekenen? Nou, het knaagt altijd aan me. Ik heb met Bart besproken van, we gaan 2017 even geen nieuwe artiesten tekenen. We hebben net Jermaine Niffer, we hebben net Zen Louis. Maar het blijft altijd aan me knagen als ik bijvoorbeeld een keiharde Youngboy zie. Dus ik durf het niet te zeggen, man. Ja, man. Op wie ik wel mijn ogen heb, en dat is niet om te tekenen, maar wie ik gewoon echt in de gaten hou. Je hoeft niks te zeggen, man. Nee? Ik snap het. Ja? Ik dacht toch. Ik wil er niet uit, laten we er niet een groot ding van maken. Ja. Ik vind jouw shit sowieso hard, man. Wij waren een van de. Geen grap, wij waren een van de hardste bij de 101 Bars Mega Sessie. Hé, ja, man. Ja, man. Goeie oude tijd, man. Ja, man. Maar wie wil je dan? Fiet en Midda, man. Die jullie kennen ze waarschijnlijk. Ik kijk echt aan het begin van rappers, Fiet en Midda. Ik kijk echt heel erg. Midda? Ja, Midda. Zie je, zoals hij kent hem. Midda. Maar ik ken sowieso heel vaak underground rappers niet. Fiet en Midda, zijn deze boys van Almere. Opkomend gewoon. Ja. Oh, die twee, ja, die trapping. Yes. Ja, hun zijn lauw. Die mokrotje, hij is mokro, maar half mokro, half neger, toch? Ja. Die zijn echt moe, man, ja toch?
Hoe oud zijn ze? 16 volgens mij. Oh, jong boys. Ja, ze zijn super hard, man. Ja? Ja. En ik, dat bedoel ik niet mee te zeggen, ik wil ze tekenen, maar je weet toch, bij dat soort momenten knaagt er wel weer iets aan van, ik wil met hen werken. Ja, ja, ja. Deze man gaat zo keihard als een trein. Ik heb gewoon te veel werk aan mijn hoofd. En dan hebben we ook nog Hansi, hebben we ook nog Jermaine, Zen, ik. Je weet toch, ik kom ook nog met mijn album. Wat ook gezegd wordt. Hoe vaak krijg je eigenlijk de vraag van, wat kost een beat? Krijg je die vaak te horen? Niet meer, man. Vroeger zijn allemaal die vragen. Ja, ik reageer bijna niet meer op mensen die losse aanvragen. Hey, mag ik een beat bij je kopen? Dan ben ik altijd heel. Dan zeg ik gewoon meestal een prijs van ongeveer. Het is gewoon 1500, klaar. Ja. Niemand gaat daarop in. Wie de fuck heeft dan 1500 euro voor een beatje? Je weet toch? Dat zou ik ook nooit betalen als ik 16 was en ik rap. Bij labels, nogmaals, ik werk veel met artiesten die onder de labels zitten. Dan is het allemaal vanzelfsprekend en ja, die weten wel hoe of wat. Ik had bij Bart, ik was soort van een beetje bang van hem altijd vroeger, man. Want ik zag hem als een soort van een maffia of zo. Iedereen echt dat, man. Ja, kijk uit voor hem, man. Hij is toch de kale hoofd, dit. Hij is ook echt een ras Amsterdammer. Hij komt ook gewoon van die streets van hier. Hij gaat ook echt die harde handen. Ik weet toch, wanneer je hem ziet, hij breekt je hand, zeg maar, je hebt pijn. Ja. Maar je wil niet toegeven. Ik moet zeggen, hij is het liefste man ooit. Hij is super aardig. We hebben ook een paar keer ontmoet. Ja, man, hij is super chill. Dat is een lach. Nee, de rich white man. Ja, maar Bart is. Maar Josilvio, jij zit niet heel lang in de game, volgens mij echt een dik jaar nu. Een jaartje nu, ja. Een jaartje, man. Iets langer dan een jaar geleden nu dat ik leg als je. Het is zeg maar, het gebeurt niet elk jaar of zo dat het zo snel gaat bij een rapper. Weet je, dat is best wel uniek. Hoe kijk je daar zelf naar? Wat ik net helemaal op het begin zei, eigenlijk, ze zeggen altijd de kracht van de wil of iets is de grootste, toch? Dat zegt mijn vader zegt dat tegen mij, je weet toch? En ik zei tegen hem, ik wil niet rappen en geen views pakken, broer. Je weet toch, dat wil ik niet, snap je? Dus zou je ook gestopt zijn als je... Ja, ik denk het wel, man. Ja, man, ik denk het wel, man. Want ik ga mezelf niet, je weet toch, kontje verkopen op internet en geen doekoe verdienen. Maar dat zijn ook. En iedereen gaat je kennen. Ja, chef heeft gelijk. Wat denk je? Tuurlijk. Ja. Wat ga je, als je 10.000 views pakt, snap je? Tuurlijk. Kijk, als je... Ik ben het totaal niet mee eens trouwens, maar ik heb wel echt met respect voor... Nee, maar kijk, je weet wel. Laten we straks op jouw standpunt ingaan. Dat is weer een andere levensstijl, broer. Ik ga niet, nogmaals, mezelf tonen en alles, je weet toch, en mijn tijd daarin zetten, terwijl ik... Dus eigenlijk niet eens gewaardeerd wordt. Want je wordt niet gewaardeerd met zulke views. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn. Je weet toch, niemand kijkt dus naar je. En het is niet dat die ding niet wordt afgespeeld omdat iedereen die poko heeft gedownload. Niemand kijkt. Ja. Dus voor wat doe je het, broer? Precies. Voor die mensen van je buurt en zo? Nee, man. Dat doe je het niet voor. Dus dan ben je dus... Je doet het voor de money. Je doet het voor de... Je weet toch? Om het op de juiste manier te doen. Ja. En ik ben super, super blessed, man. Ik wil een shout-out doen aan alle fans sowieso die mij checken. En die mijn shit waarderen en zo. Ja. Je weet toch? En ik ga... Nu ga ik all in, begrijp je? Met muziek. Ik ben ook echt een rapper geworden, want ik deed over een pokoe, bij wijze van spreken. We gingen gewoon een middagje zitten en hadden we één vette pokoe gemaakt, zeg maar. Begrijp je? Nu maak ik met hem 5 pokoes in zo'n dag. Begrijp je wat ik bedoel? Het is gewoon een heel ander tempo en hij zegt gewoon, wow, chill hem. Omdat ik nu gewoon zie wat daar is, zeg maar, met die rap shit. Begrijp je wat ik bedoel? En dat wat ik nog steeds super lauw vind, weet je? Ik sta ieder weekend, nu doe ik shows, begrijp je? En ieder weekend waar ik ook ga, is die zaal niet helemaal vol. En soms heb ik een zaal helemaal vol. Ik heb uitverkochte zaal, ik heb van alles meegemaakt. En overal zie ik mensen gewoon lauw gaan. Je weet toch, doe ik een poko als rotation, zie ik gewoon de straat opstaan. Je weet toch wat ik bedoel? Je ziet gewoon dat die mannen gewoon allemaal die dingen doen. En dat vind ik nog het allerlauwste. En dat is zeg maar, denk ik, wat je wilt toch als je rapt. Je weet toch? En dat is... En waarom ben je niet mee eens met wat hij zegt over die 10 doezen, zeg maar? Ik begrijp hem heel goed. Hij is een strijder. Hij is echt letterlijk een strijder. Je weet toch, hij is gaan of niet gaan. En dat heeft hij gewoon ook laten zien. Je weet toch, maar ik weet bijvoorbeeld zoals mensen zoals Ronnie Flex. Ik weet zijn hele carrièrelijn als fan. Ja. Weet je, weet ik gewoon wat hij heeft meegemaakt. Ik weet maar je kan zeggen wat je wilt over Ronnie. Ronnie is een genie. Shout-out naar jou. Sowieso. Maar als hij niet was doorgebroken, way back, snap je? Ik bedoel, hij is al lang aan het klimmen, zeg maar. Hij is ook tijdig gekend dat hij van zijn muziek helemaal niet kon leven, volgens mij. Je weet toch, dat hij niet zoveel... Maar, wat ik wil zeggen ermee is, stel dat hij dat zelfs allemaal niet had. Dan had die jongen eens dan toch een baantje ergens moeten zoeken of iets, een grind moeten gaan zoeken of iets. Je weet toch wat zijn ding is, snap je wat ik bedoel? En nogmaals, dan gaat... Als jij doekoe moet maken, je moet jouw huur betalen, je moet alles betalen, die dingen. Eerst dat ga je geen muziek meer. Want je gaat misschien wel muziek maken, maar je gaat niet meer zoveel kunnen doen waardoor hij is geworden wie hij vandaag de dag is.
ik ben pas geworden wie ik vandaag de dag ben. Nadat ik Doekoe ging vangen met rap en dat ik dacht van, ah, nu kan ik dus tijd in investeren. En toen ben ik pas geworden wie ik ben. Kijk, ik snap precies wat je bedoelt. Nogmaals, dat respecteer ik alles, je weet toch, tuurlijk. Maar wat ik wil zeggen is van, ik heb het niet over begin topnotch tijden van Ronnie. Ik heb het niet over begin top niveau Ries met Jupiter tijden. Juist. Ik heb het over. Ja, toen werd hij helemaal de grond ingemaakt van wie is deze. Ook gewoon geen views. Ja, geen views. Ja. En je weet toch, hij is gewoon een muzikant. Je weet toch? Ja. En hij is gewoon een creatief iemand. Ambitie zat er. Ja, ambitie is er. Ja. En hij is blijven pushen. Je kan zeggen wat je wil. Die man is de hardste van Nederland. Sowieso. Klaar. Ja, man. Je weet sowieso. Toch? En ik in mezelf, ik ga me helemaal niet vergelijken met hem, maar ik weet wel van die struggle ook, want ik ben ook heel lang bezig. En ik ben nog helemaal niet waar hij staat, maar ik ben wel onderweg. En ik weet ook hoe vanaf mijn 15e dropte ik pokus om de week, 5000 views. Ik was helemaal blij dat als het op box.com 2000 keer was gedownload. Ik weet ook van die struggle, snap je? Mm. Maar ik begrijp hem ook. Hij is al... van de andere kant ook. Andere kant, je weet toch, hij heeft een andere levensstijl. Hij is wat ouder ook, je weet toch. Dus hij denkt gewoon, ik moet nu gaan. En anders stop ik gewoon. En dat begrijp ik helemaal. Ik zal wel rappen nog, want ik heb altijd gerapt, hè. Ik heb altijd gerapt. Dus sinds mijn 12, daar rap ik, hè. Was je eerste vers toen je 12 was? Mijn eerste vers werd voor me geschreven door mijn zwager, man. Ja? Ja, man. Kijk, hij is nog steeds met mij bij iedere show. Maar ken je die verse nog? Ben ik wel benieuwd naar je eerste keer. Nee, man. Nee? Ik weet hem niet meer, man. Over wat ging het onderwerp? Dat blijf ik ook al 100 tegen 1, brother. Vallen, raken, klappen wanneer ik binnenkom. En jij het niet wil snappen, nee. Ik weet nog wel... Hij had gek verses, broer. Hij kwam met kameraad. Niemand wil dat je aan top staat. Er is te veel haat. Ze zien het liefst hoe je kapot gaat. Dood gaat niet meer opstaat. Verbrand en neer ook opgaat. Het is, je weet nog, zo, ja, zo, dat zo, is gewoon saai. Dat is gewoon nice. Dat is degene die mij heeft leren rappen. Dat is zijn verse, zeg maar. Je weet toch, toen was ik 12 toen hij die verse voor mij spitte, zeg maar. En toen was ik helemaal shook. Wow, what the fuck. En ik zat net in die Tupac ding. Je weet toch, hij was net buiten, zeg maar, deze boy. Je weet toch. Toen ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Maar toen, pas op mijn 16e kwam ik Esco tegen en hij is een van die papies voor wie ik rapte nooit voor iemand tot mijn 16e. Dus ik kon het zeg maar. Toen heb ik het geleerd, je weet toch, door die verse. Hij leerde mij bar stellen, die dingetjes, je weet toch. Mm. Toen kon ik gewoon rappen. Ik kon al die pokus ook altijd in het Engels al mee rappen, je weet toch. Mm. En toen kwam hij en toen liet hij dus een keer een beat horen die hij voor de Fatou had geslagen. Want dat is volgens mij nog voor die Rascals tijd en zo. Ja, toch? Dus hij had gewoon beats. En ik had een keer een 16 bars gewoon echt op het blaadje nog zo geschreven, je weet toch. Dat was mijn eerste die ik echt zo compleet weer had in een lange tijd dat ik een keer weer had geschreven. En die heb ik toen bij hem getaped. Dat is het eerste wat ik ooit heb gedaan, zeg maar. Je weet toch? Zeker. En daarna nooit meer. En toen had ik wel die controle over die verses, zeg maar. Dus toen waren we meer in de buggy met beats. Gewoon, je weet toch, beats op cd. Dan ging ik gewoon freestylen. En maar je bent wel echt in een hele goede tijd, zeg maar, in de game gestapt. Zeg maar, nu pas begonnen rappers echt geld te verdienen. Ja, klopt. Jij komt al, zeg maar, van way back en heb een soort van nog voor niks gedaan. Ja, weet je, gewoon voor, maar zeg maar, jij bent echt in een tijd gekomen dat echt money viel te verdienen. En dat is ook de enigste reden waarom ik het serieus heb gedaan. Omdat Esco ook mij echt heeft ingepraat en ingeleid. En ik ga nu mijn label doen en ik ben net begonnen. Ik wil dit en ik wil dat. En als je dit doet en op de juiste manier, toen zei ik, dan kunnen we die pijl gaan gooien, je weet toch? Maar hij moet wel in die rode dot gaan vallen, want anders pak ik die ding weer eruit en dan gooien we niet nog een keer, snap je? Maar het is nu dan in een jaar is het hard gegaan, maar hoe lang had je zelf de tijd gegeven? Of zeg maar, had je verwacht dat het zo hard ik had zeg maar tegen mezelf, nee, ik had ook weer niet dit verwacht. Dit had ik ook weer niet verwacht, hè? Snap je wat ik bedoel? Ik dacht bij mezelf, ik ga nu gewoon grinden, je weet toch? Maar ik was wel zo van, ik wil wel binnen een half jaar gewoon minimaal een tonnetje, twee tonnetjes op een clipje in een maandje gewoon kunnen pakken. En als het daarna afdaalt en zo, is all good. Begrijp je wat ik bedoel? En dan met Lehner zei ik ook van, moet in een maandje, je weet toch, in 3 maanden moet hij wel een milli pakken, zei ik tegen Esco. Binnen 30 dagen of 25 dagen had hij milli, 2 weken later 2 milli, 3. Weet toch, dus dat was helemaal, ik was helemaal shocked zelf, man. Ik loop boven straat, ik heb die jas gewoon weggedaan, man. Die blokparty remix is trouwens keihard van, was dat van Lehner, toch? Ja, man. Die gaan helemaal los. Ja, helemaal stuk, man. Nog steeds, ik doe het nog steeds. Helemaal stuk, ja, man. Maar vanaf daar wist ik ook al, kijk, dat, hè. Ik, niet dat ik hem ontdekt heb of zo, maar ik wist wel dat hij gaat die lachen. Maar ik wist dat hij gewoon hard zou gaan worden, zeg maar. Je hebt een oogje voor talent. Nee, maar ik heb zelf met jou DJ ik weet het, man. Deze man zei het meteen, Josilf, joh. Ja, man. En ik zei ook bij...
Wil je nou percentages krijgen? Ik kon hem nog niet in mijn top 3 zetten, omdat hij toen nog geen album had. En toen kwam hij met die tape van hem in top 3. Ja, ben ik top 3 100%. Wat is je top 3 dan in Nederland? Dat is nu, even kijken. Ga ik jou een keertje in Ja, even kijken. Dat is dan Hef, sowieso zit erin. Waar je ook niet veel mee samenwerkt. Jij zit dan daarin en dan, ik heb altijd een beetje... weet je, dan heb ik weer Lijpen, dan heb ik weer... Ja, Boef vind ik ook wel hard. Net hebben we toevallig nog een lijstje gemaakt met een top 5. Okay, low, maar is het sowieso top 3, man. 100%. Okay, low, man. Maar weet je wat ik wel erbij moet zeggen? Van, dan is het meer echt rap, hè? Want dan gaan we geen Ronnie Flex of Klein. Nee. Maar weet je wie mensen vaak vergeten dan te zeggen? Is Mokromaniac. Nee, maar ze vergeten hem niet, hoor, broer. Ja. Iedereen weet Maniac is de baas, broer. Maar dan moet ik wel eerlijk zijn, zeg maar, dat ik wel vind dat Mokro niet echt heel veel laat zien deze tijd. En dat vind ik wel jammer. Maar kijk, dat heb ik hem ook. Hij moet meer shine krijgen dan, weet je. Ik zei ook, ik was de laatste keertje met hem, toen zei ik ook, weet je, met jouw sessies altijd, broer. Ik ben altijd shocked van je sessies, maar ik geniet gewoon van zijn sessies. Begrijp je wat ik bedoel? Maar singles zie ik hem ook inderdaad bijna nooit droppen. Je weet toch of iets mee doen, je weet toch, maar hij is gewoon legendary voor zijn sessies. Maar het is wel zonde dat soort van niet opgepikt wordt naar mij, want hij verdient zeg maar wel... Hij verdient veel meer credit dan dat hij in krijgt, man, Hydro Boys. Met Hydro Boys, dat was wat van zijn carrière. Ja, en daarna was het soort van stil. Ja. Want jij bent nu ook bezig met een tour? Met Hef? Ja, man, de vieze Assep tour. Man, als je daar niet bij bent, dan ben je een woordshow. Het klinkt ook vies gewoon. Dan ben je een Ito, snap je? Veel Assep, veel weed en veel Hennessy, man. Hoe is die tot stand gekomen eigenlijk, die tour? Hef is echt, je weet toch, voor mij de rapper van Nederland. Nou, kijk, Appa en zo luisterde ik echt vroeger, maar toen, ik ben 24, bijna 25 nu. En dus Appa was meer in mijn 14, 15, 13, je weet toch. En Hef kwam in één keer zo rond die 18, 19, je weet toch. Hij was de enigste relevante rapper nog in die tijd, vond ik. Gewoon echt, je weet toch, hij gaat niet overdrijven shit en zo. Hij praat gewoon vies, slippers, gewoon hoe we echt leefden allemaal. Je weet toch, wat ik bedoel, gewoon hosselen, grinden, je weet toch, met z'n allen. En... je weet toch, dus Hef is altijd voor mij, wat jij zegt, een top 3 rapper geweest, helemaal in Nederland en die nog steeds actief is. Dus ik zei ook tegen Esco, toen we eenmaal gingen beginnen en dat ik iets kon gaan doen, dus dat ik ook met eerder naar een grotere artiest kon stappen om FT's te maken en zo. Toen zei ik ook, Hef staat sowieso bovenaan die lijst, zeg maar. Maar ik had meer verwacht dat Hef pas later zou komen, zeg maar, snap je? Yeah. En dit heb ik al vaker gezegd, maar hij was de eerste motherfucker die gelijk kwam. Hij connecte mij een soort van, ik kwam hem tegen, hij zei gelijk, hé, laten we werken, dit en dat. En dat was zo, wow, mijn werk is lauw, man, je weet toch? En toen hebben we gewoon heel vaak studio gepakt. En niet alleen studio, ook gewoon gelachen. We komen elkaar op andere feestjes tegen. We zijn echt... We viben hele nacht, maar hele ochtend. Wie smokt eruit, zeg maar, bij jullie? We smoken elkaar niet eruit, man. Nee? We smoken gewoon met elkaar door. Maar we zijn, zeg maar, kijk, weet je wat het is? Stel je voor, ik zeg maar wat, ik ben met Esco. Esco smokt niet. Dus dan smoke ik ook minder, een soort van. Dus ik rook wel, maar ik doe veel langer met dat jointje. Nu ben ik met Hef. Dan roken, we blijven roken. Ook al val ik in slaap, hij kan mij gewoon wakker tikken en die jointje geven. Maar dat is nog nooit gebeurd, je weet toch maar. Niemand van ons smokt iemand eruit, we handelen gewoon alle twee, man. Lekker, man. Toch? Heb jij het gevoel dat jij Murder Turks een plek hebt ingenomen? Nee, man. Nee, man. Dit is echt een super gaande vraag. Echt een super gaande man. Shout out naar Turk, man. Die was vies, man. Nee, man, die is vies. Dat was een beste vraag, man. Ik zei niks. Hij staat hier niet eens op. Murder en Hef zijn ook gewoon, je weet toch? Hun zijn gewoon de bang bros, dat broer. Maak jij altijd muziek zeg maar onder invloed? Hoeft niet, man. Ik hoef geen, gewoon, je bedoelt assen en zo, je weet toch? Ik rookte eerst sowieso heel veel wiet, man. Dat is man. Fucking vervelend als hij nuchter is. Ja. Ik ben druk, man. Ik ben echt druk, man. Heeft drugs of alcohol of wat dan ook invloed op je muziek? Ja, man, sowieso. Want ik rap er ook over en je weet toch, ik maak niet echt muziek onder invloed van drank, je weet toch? Ja, dat is niet echt mijn ding, maar ik kan wel gewoon een bottle Hennessy hier hebben en die pokoe maken en die bottle is zeg maar, je weet toch, dat is een goede laag uit, je weet toch? En, maar pas daarna slaat hij echt goed in, zeg maar, je weet toch? En dan zijn we al aan het chillen op die pokoe en dan nuchter ik weer een beetje uit en dan maak ik die volgende pokoe, zeg maar, weet je? Maar ik wil niet echt droenoe zijn in de studio, dat werkt niet voor mij. Want mijn stem gaat weg, alles gaat weg. Ik moet ook oppassen, ik heb nu iedere week shows. Nee, ik ben heel fanatiek met die shows, je weet toch? En ik probeer altijd alles te geven, dus mijn stem is... Het is nu net weer terug, het is nu maandag. Ik heb het rustig. Je bent aan het sparen nu voor het weekend. Ja, snap je? Dus en dan heb ik ook nog eens gewoon soms gekke sessies door de week. Je weet toch dat ik, en dat ik helemaal hem ga in die mic, begrijp je? En dan ga ik zingen erbij nog en dit en dat. Hele stem is weg, man. Soms leef ik goed, soms leef ik slecht. Ik rook veel, je weet toch? En dan ga ik zonder jas naar buiten. Veel rappers die doen trouwens de laatste tijd ook stemcontrole of met die stem...
zeg maar, van, je weet wel, die mensen die zeg maar, daar les in geven. Mm. Ronnie Flex bijvoorbeeld ging ook op zangles en dat soort dingen. Dus, ja. Dat is zeg maar, steeds meer in de mode. Heb je ooit aan gedacht om zoiets te gaan doen misschien? Ja man. Hans deed het ook, man. Klopt. Zangles en zo? Ja. En helpt dat ook, denk je? Zeker, man. Ja? Zeker. Ja, man. Het begeleidt je tot een betere artiest. Ook je ademhaling en zo. Ja, ademhalen via je buik, zingen en ja, man. Ja, ik ben wel blessed door mijn moeder. Mijn moeder was zangeres. Ook. Ja, man. Mijn Nederlandse moeder. Ik heb een Nederlandse moeder, Egyptische vader. Mijn Nederlandse moeder heeft altijd, altijd gewoon plaatjes opgenomen zelf. En zo. Ooit featuring met haar, denk je? Ja, man. Inshallah. Ja? Op een dag sowieso, man. Het moet, man. Staat sowieso op mijn lijst. Maar ik wil het niet. Weet je wat is? Ik wil het niet forceren. Begrijp je wat ik bedoel? Want je moet hem dan primeur bij De Wereld Draait Door, dan krijg je zo'n Ali B momentje. Weet je wat het is? Ik zeg je eerlijk, mijn moeder is niet zeg maar, mijn moeder, ik heb binnenkort die Edison Awards tory waarvoor ik, en ik neem mijn moeder mee op de rode loper. Gewoon, je weet toch, het is de beste date van de wereld, snap je? Dus, maar mijn moeder is al van, want ze wil helemaal niet op camera, mijn moeder wil helemaal niet, je weet toch? Dus, snap je, mijn moeder is echt zo van, nee, laat me bescheiden en zo, snap je? Dus ze wil helemaal niet. Niet China, dus dan weet ik niet of ik het wel bij De Wereld Draait Door zou kunnen doen. Of je weet toch, zeg maar. Je weet toch, dus maar ik ga sowieso ooit met haar een pokoe maken. Mag ik even die vuur? Dat is wel echt heel dik. Hoor, dik. Ja. Hey, maar op je album stonden er ook best wel wat boom-bap-achtige nummers. Wat ik persoonlijk echt fucking dope vond. Ja, Eén van de doopste tracks trouwens ook van je hele album. Vind ik echt. Ik kon daar echt naar luisteren. Je kan het waarderen ofzo. Oost-West thuis best? Ja, Oost-West thuis, ja man. Dat is niet normaal. Mag ik wat zeggen over die pokken die Poekoe is gemaakt? Gewoon in die tijd dat we Lehnash maakten. Ja, man. Was heel oud. Hij was die hele track vergeten. Ik was niet vergeten, maar het is ook een beetje persoonlijk, broer, die track, snap je? En iedereen uit de buurt weet precies waarover het gaat en wat er is gebeurd en hoe en wat, en snap je? Dus het is ook heel persoonlijk. Je doet er ook, je weet toch, je doet er ook mensen heel veel herinneringen mee. Dus het is heel mooi dat die track zo is uitgebloeid, maar het was eigenlijk meer iets persoonlijks. Dus vandaar dat ik... Maar uiteindelijk heeft iedereen om me heen, plus mensen uit de buurt, mij toch, je weet toch, daarop gezet van zet het erop en hij drong het ook aan, je weet toch? Ja. En toen heb ik Kevin, je weet toch, ik kon ook niet meer nog een verse schrijven of zo op dat, je weet toch, zeg maar, dit was wat ik wou zeggen daar, je weet toch, en dat was die ding en toen heeft Kevin gewoon nog die juiste ding eraan gegeven, wat het... Ja, die samenwerking was ook echt heel dope gewoon, op zo'n beat. Ja, maar, ik had dat nog nooit, die tijd zong ik dus ook nog helemaal niet, het was misschien de tweede keer of zo. Zeker. Maar komt zeg maar dat boom-bap gevoel van toen, heb je zo'n gevoel dat het zo een soort van in leven moet blijven of zo? Dat soort weet je wat het is? Het is mijn ding, broer. Hoe zeg je dat? Wat hebben we net geluisterd in de auto? Biggie. Nee, serieus. Ja. Wat hebben we geluisterd? Tupac. Ja. Maar hoeveel pokoes? Hoeveel pokoes? 5 pokoes, 6 pokoes. Broer, vanaf mijn osso tot hier hebben we alleen een pak geluisterd. Begrijp je wat ik bedoel? En niet zeggen, ik luister dit of dat. Ik luister gewoon het liefste gewoon die oldschool tories, gewoon die type beats en die flows. En ook Biggie zeker, Mattie. Wat denk je? Biggie heeft een flow waar niemand aan kan... Biggie heeft een flow waar niemand aan kan tippen, maar Pak is een poëet waar niemand aan kan tippen, zeg maar. En zo heb je nog veel meer oldschool artiesten naar wie ik luister. Je weet toch, die oude shit van Busta Rhymes bijvoorbeeld. Ik weet niet of je daar misschien hebt verdiept. Ja, snap je? Ik bedoel, mensen kennen alleen die vanaf Break Your Neck tijd. Je moet daarvoor kijken, broer. Moet je even kijken naar die tories. Begrijp je? Dus ik ga heel erg in dat. Ja. En dus die beats pakken mij het meest nog steeds. Dus als ik zo'n beat hoor, ik kan het niet laten, broer. Hoe rapte ik toen ik bij hem op het begin kwam? Alleen zo. Ik kon niet eens barstellen. Maar ergens klinkt het zeg maar niet ik rap gewoon die beat af. Weet je hoe dat komt? Omdat ik ben dat pas weer gaan doen. Back in the days heb ik aan het einde van mijn album pas weer gedaan. Ja. Snap je? Dus Oost-West lag er al. Dus dat was oude Jo Silvio die nog niet verses, je weet toch, gewoon op een bepaalde manier in kon delen en een refrein kon maken. Mm. En back in the days was gewoon echt van bewust van, ik ga deze beat gewoon opeten alleen. Je weet toch wat ik bedoel? Ja. En daar hoor je die vernieuwde ontwikkeling eigenlijk in dat ik dus ook heb leren zingen en andere dingetjes. En daarmee kan ik die oldschool flows helemaal een makkie geworden, bij wijze van spreken. Ja, want je merkt wel dat het zeg maar geen... Het is wel vernieuwd, ook wat hij zegt natuurlijk, qua lyrics en zo. En het klopt gewoon allemaal, maar het is niet van, ik ben die flikker. Het is niet zo. Nee, precies, ja, klopt. Ik kom met de geogatie van neonaties. Jij hebt die flows, hè. Ik forceer het ook in mijn shows, hè. Ik laat Moeman Crip walken, we gaan. Doe je dance, Moeman. Ja, serieus, die moet ik in naar mijn shows komen. Waarom kom je een keer mee naar die vieze master toe? Ja, ik weet niet of Hef ons nog heel graag wil, man. Nee, man. Hef haat ons een beetje, man. Serieus? Ja, een beetje die shit van... wat was het ook alweer? Ja, over die Femme en Moela shit, toch?
Oh, daar weet ik niks van. Maar Erik's. Hef is een lieve jongen, maar Hef is verdaan met iedereen. Ik ben ook een paar keer met Hef geweest en zo. Maar Hef zit nog steeds in mijn top 5 rappers. Dus ik niet druk. Oh, bij jou is het top 5. Bij jou is het top 5, niet top 3. Nee, iets meer. Maar je brengt wel heel veel muziek uit en heel veel videoclips en je springt op Future en alles. Waar, zeg maar, waar komt die honger van? Was dat een strategie of zo wat je had van oké, dit jaar alleen maar vlammen? Weet je wat het ook is? Kijk, ik ben ook echt een beetje een te grote gunner. Je weet toch? In dat, ik heb ook vaak discussies met hem en met Bart gehad. Je hebt rappers gegund? Nee, zet je me zo echt super gaande. Nee. Ze hopen dat wij een vraag de mist in gaan en dat het helemaal viral gaat. En dat Moula ben je vreemd. Nee, wat is dit ding? Wat is dit ding? Kijk, als jij zogenaamd minder views dan mij pakt, of iets, als je het zo vierkant allemaal wil bekijken, zeg maar. Als jij minder views dan mij pakt en jij komt met mij een poko doen, dan is voor mij één ding heel belangrijk, 9 van de 10 keer. Ben je echt, je weet toch? Kan ik met jou opschieten en vind ik die poko hard? Ja, precies. Je weet toch wat ik bedoel? Ja. Dat is die hele ding, broer. Je weet toch? Dus dat is hoe je mij gaat zien op een FT, broer. Als je mij ziet met mensen, je weet toch, en ze pakken misschien geen views of iets, maar dan is dat misschien mijn homeboy en ik vind hem kankerhard. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Of dat wij moeten betalen. Ja, of dat, maar zelfs dat, broer. Ik ga mezelf niet voor schut zetten als je ook al betaal je mij. Ja. Tuurlijk, maar nee, ik heb nu gezegd, alles wat ik uitbreng, ga ik niks meer doen, hoor. Nee. Voor nu, broer. Mijn album komt eraan. Mijn album komt in... ik ga het gewoon zeggen. Mijn album komt in maart. Met Mappen en Pang. Ja, lekker. Wat de? Hij komt in maart. Jullie hebben die primeur. Lekker. Lekker, man. Hij wil de naam of... Nee. Masko. Nee, man. Hij wil zo eigenlijk koude hard zijn. 1.0. Ja, wat betekent het woord Masko eigenlijk? Het is gewoon Mattie of zo? Het is gewoon Mattie. Weet je toch? Mattie. Maar je hebt gewoon een twist eraan gegeven. Shout-out opa Norma, man. Ik en Moema gingen gewoon helemaal brokken om die filmpjes. U zegt iedereen opeens die Tory, dus het blijft ook bij jezelf hangen. Maar even over het album. Ik wil even niet heel snel erover heen. Maar in maart komt het dus een album uit? Ja, man. Wat kunnen we verwachten van het album? Zijn de featurings erop? Sowieso, Future, Drake. Ja, man, Future sowieso, man. Nee, man. Gucci Mane. Tupac ook is die terug. Ja. Samen met Biggie op één track. Hij heeft de first voor me gelaten. Heel dik. Ja, man, sowieso een goede FT. Super gaande op de release party. Sowieso. Ik moet nog eventjes inplannen. Ik kan je ook geen datum geven van die release party, want dan weet je al te veel, je weet toch? Ja. Maar je weet toch, het komt in ieder geval niet aan het einde van de maand. En hoeveel, je weet toch? Hoeveel verschilt dat van Master? Weet ik niet, man. Weet ik niet. Ik vind veel. Op wat voor gebied dan? Volwassener. Maar wel keihard. Keihard. Maar iets minder straat dan ook? Iets minder, of nog wel nog steeds? Ja, het heeft echt nog wel straatpokers erop, hoor. Echt wel. Het is echt heel silver. Ook nog wel die oldschoolpokers en zo? Ja, maar ik moet nog wel, daar moet ik dus nog echt mijn selectie uitmaken. Want ik heb veel versus. We hebben eentje. Maar die is ook wel weer... Deze tijd, zeg maar. Ja, hij praat echt over die back in the days. Maar wat ik me afvraag, was jij dan vroeger ook zo'n boombeppen van hip-hop, ja? Nee, man. Botticelli's, Prada's, Slinga, Armani. Je had sowieso die vieze Prada's van die iedereen was. Ja, ik doe het. En ik ga ze binnenkort weer halen. En ik ga ze raar clippen, expres. Lekker, wat ze. Kijk in Lehnes, kijk goed naar die video, welke patas ik daar aan heb. Daar rook ik ze, ja. Daar rook ik ze nog. Sowieso, broer, dat zijn sowieso, man. Die American Cups. Ja, dat is gewoon een drerry patty. Die vieze patty. Ook een nigger patty, wat zeg je nou, broer? Drerry's pepte die meer, hoor. Nee, maar niggers ook, broer. Weet je wat het is, broer? Wij waren altijd op die strakke merken. Of strak, je weet toch? Geen skinny jeans strak. Maar je weet toch, strakke kleertjes, Air Max. Die Franse stijl een beetje. Kijk, en nog steeds, Air Max 90. Snap je? Fris, begrijp je? Ik stapte er net op, hij werd direct patty. Ja. Mijn pad heb je niet op tafel zetten, man. Hey, door jullie supergaande money hebben jullie sowieso Louboutin daar? Nou, dat valt reuze, man. Ik heb gekke Tim met Vans, man. Ik heb Vans aan, man. Ik heb Vans. Waarom 5 euro? Maar kijk wat ernaast ligt. Ja. We gaan niet zo praten. Maar wat zijn nog de plannen voor 2017? Jij hebt een album. Komt er nog meer uit van Klossen? Ja, man. Ik wil eigenlijk een aanslag plegen, man. Ik heb net ook een soort van geprimeerd. Oh, dus ja, ik kom ook met een album. Zeker. Met een compilatiealbum. Als in... Jij als artiest? Beats, ja. Of alleen een beatalbum? Nee, ja, ik wil geen beatalbum noemen. Het is gewoon al mijn producties. Producer-album. Ja. Producer-album, al mijn producties en alle artiesten. Maar wel A-klasse artiesten. Ja. Ga ik daarop gewoon. Thanks, man.
Je weet wat ik bedoel, over voor mij A-klasse, waar ik mee heb gezeten. En je weet, dus een Seven, een Yo Silvio, ja, je gaat geen vreemde mensen, denk ik. Maar dat is dan van klassenteken, want dat is weer iets anders. Nee. Het is gewoon echt, kennen jullie Van God Los? Ja. Dat is ook onder mijn naam, toch? Esco. Feet, Hans Grens, Yves, hele mikmak en dat dan 16 tracks ervan. Wat ik me afvraag, de Van Klasse team. Ja. Heeft Rafa daar ook een verse op? Tuurlijk. Nou, Rafa is hard, hè? Tuurlijk. Je met hem vechten. Je bent groot, maar heb je niet gezien? Heb je niet gezien wat Rafa deed bij die 1-1 Bars? Tuurlijk, maar ik heb Rafa gezegd, als we die tape gaan, dan moet jij sowieso op een paar pokus. Dat is vanzelfsprekend. Ja, ik ga sowieso met Rafa op een pokoe op die tape, man. Nee, maar kijk, heb je wel eens pokoes van hem gehoord? Nee. Vroeger al, man. Tijdens Parijs had alleen een vriendin en zo. Ja, alleen een vriendin was mijn pokoe, hè. Ja, het was echt mijn pokoe. Ik was in het internaat daar, een chickie had me net geloosd. Ik ging alleen maar die pokoe luisteren. En alles klopte. Je weet toch, hij praat over een chickie met krullen en zo. Alles klopte. Dat was mijn pokoe, man. Rafa is keihard, man. Moet ik even terugluisteren. Wie is voor jullie een rapper met ambitie of die we in de gaten moeten houden? Jermaine Niffer. Ja? En waarom? Ja, man. Ja. Hij was van Campy afkomstig, toch? Ja. Hij is neef van Campy. Neef van Campy, maar zo moet je hem niet stempelen, vind ik, man. Hij is gewoon Jermaine Niffer, man. Ja. Hij is toevallig het neefje van Campy en dat is sowieso lid. Hij werd wel zo bestempeld, zeg maar. Ik zag het ook al. Vind ik ook, maar ik vind Jermaine, ik vind hem niet, zeg maar. Los van dat hij het neefje van Campy is, vind ik hem niks van Campy weg. Nee, totaal niet. Hij zou over bepaalde dingen qua family misschien kunnen rappen, je weet toch? Maar in principe, je weet toch? Maar ook een unieke stem, hè? Ja, maar daarom juist. Hij heeft de meest unieke stem in Nederland. Maar hij heeft ook lyrics, niet alleen die stem, broer. Natuurlijk, omdat het wel het meest opvalt. Je weet toch, zijn gekke stem, je weet toch? Ja. En dat is wat ik zeg qua labels. En je moet kijken naar rappers die uniek zijn. En Jermaine is echt... Niet alleen door zijn stem hoor, maar ook merendeels door zijn stem is hij gewoon uniek. En hij is real. Ja, er zijn weinig rappers die real zijn. Wie gaat zoals deze man. Nee, en wie gaat in 2017 geloes worden bij... Bij Van Klasse? Hij. Heb je net gehoord toch? Hij vindt me niet real, dus dan ga ik gelijk weg. Ja. Nee man, niemand dan. Ik weet het niet man, want het zou zomaar kunnen. Tifa is weggekikt. Zij zit wel in mijn top 5 vrouwenrappers, zeg maar. Zijn top 5? Top 1, man. Zij is de beste vrouw. Zij is de beste. Wie is harder dan zij? Wacht, hè. Zij is kankerhard Latifa. Je weet toch? Latifa is echt een baas, je weet toch? Jullie hebben dingen niet gehoord van Becky die ik wel heb gehoord. Ik heb een paar keer gehoord. Ik heb dingen van Becky gehoord die gewoon... Ik zit gewoon met Moeman in die studio, wow. Draai die pokoe nog een keer. We zitten gewoon als ze met haar te chillen, je weet toch? Ze is heel vaak in de studio. Heb je die pokoe gehoord van Hef? Met haar dat ze heel wat afwisselen, zeg maar. Ja, broer! Wow, die track is niet normaal, man. Maar ik werd boos, hè. Ja, dat hij niet op die album is, hè. Je weet, ik dacht dat hij erop zou komen. Maar die pokoe komt, broer. En anders... Hoe lang heb je die pokoe komt, bro? Bondi, je weet zelf, man. Mensen weten, die hebben nu dus gezien. Je weet toch, die pokoe van Bondi en Becky? Dom. Trouwens, van klasse, hè? Is het, ik zie het altijd een beetje, het is natuurlijk label en zo, maar het is best wel, je zijn allemaal close met elkaar. Het elke familie een beetje. Ja. Wil je dat altijd zo houden of zou je een grotere label, net zoals bijvoorbeeld een topnotch, dat het echt een heel... Met 40 artiesten of zo. Dat is een lastige vraag, man. Op dit moment zie ik dat niet, maar ik denk dat we op een gegeven moment, we zijn al als een gek aan het groeien. Mede dankz onszelf, maar ook door hem. Je weet het, dus we moeten bijbenen. Dus ja, ik weet niet man, ik denk het wel. Ik zou niet weten, ik denk het wel, maar vanaf nu, tot nu toe is het nog wel echt familie eigenlijk man. Nee. Iedereen is wel goed met elkaar binnen Van Klasse. Ja, er is niemand die niet met iemand kan opzetten. We waren ook al met Jermaine voordat hij officieel bij VK was, zeg maar. Snap je? We waren al met Zenloe voordat hij bij VK was. We waren al met Hans, je weet toch? Hij was al voor mij. Hij was helemaal met hem day one, nog voordat je mij kent, volgens mij. Want Jermaine komt uit Eindhoven, toch? Nee. Amsterdam. Amsterdam West. En jullie zijn ook Amsterdam? Nee, ik ben Almere. Ik kom van Laarbe, Hilversum, Huizen. Ja, man. En ik Almere, man. Almere. Maar dat is één, dat is één. Ja. Is één hoek wat zeg maar allemaal bij elkaar hoort, snap je? Dat is 20 minuten van elkaar. Ja. En 20 minuten ben ik bij zijn huis. Zeker. Ja. Nee, nog wat? We hebben tijd. Nee, ik heb nog één vraag aan jou. Erik, zeg maar, jij komt natuurlijk van Hilversum en zo, waarvan heel veel mensen denken dat het rijk is, dat wat ook gewoon de achterbuurt heeft en zo. Het gooien. Maar irriteer je nooit eraan dat mensen zo zeg maar erover denken of zo? Of? Weet je wat mij het meest irriteert eigenlijk? Is het stoer, los van dat het helemaal niet waar is, maar is het stoer om van iets
grimies te komen of zo. Ja. En al overal gebeuren. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Maar ja. Ik ben echt pissnijdig om. Ja. Overal. Kijk. Ik ken de grootste jongens, persoonlijk ken ik, die van een weet ik veel wat komen. Ja. En los van dat of dat ook stoer is, maakt niet uit. Maar ik snap niet waarom mensen dat soms. Het stoer met de gutter te komen. Ja. Niks te hebben. Ja, je weet hebt toch. Je hebt ook maar ik weet van zijn buurt, hè? Het is niet leuk om niks te hebben. Maar ik weet zijn buurt, hè? Zijn buurt is echt niet. Rijk of wat dan ook, totaal niet, weet je. Maar los van dat zeg ik dus ook maar. Het irriteert me als mensen zeggen van, hij komt niet eens van die buurt. Hey broer, het is niet om trots op te zijn. Ja, precies. Het is juist de bedoeling om daar weg te gaan. Je hebt ook zo'n plaatje dat ze zeggen van, mensen zijn zo bezig met hoe het zijn, dat ze vergeten dat het doel is om zeg maar de uit te komen. Dat is dat hele ding. Ja. Ik bedoel, broer, ik chill niet meer in de, ik chill nog wel in de buurt, zeg maar ik chill niet meer op plein. Misschien in, Ola, weet je wanneer ik voor het laatst op plein heb gechilld, broer? Ola, Ramadan tijden. Dat is de enigste tijd. Dat je mij echt gewoon hele nacht gewoon bij bankje kan vinden of iets. En vaak niet eens, want van onze buurtvaders lopen ook daar langs. Wij schamen ons, wij roken Gero, wij roken Torres. Je weet toch, we hebben zeg maar. Onze moskee ligt precies op die weg. Je weet toch zo. Dus iedereen. Die bankje, dus die chillplek is ook daar zeg maar waar veel mensen. Dat is ook een beetje tijd doden toch tijdens de Ramadan. Dus je weet toch, maar in de nacht is die enige tijd dat je een Gero'tje kan roken. Dat je kan chillen, dat je kan eten. Je weet toch eventjes. Ja. Dus dan ga je met je. Is eigenlijk ook niet goed. Je weet toch dat. Je weet toch, je hoort dan ook gewoon je tijd om andere dingen te besteden. Maar 9 van de 10 keer ben je toch met je boys dan buiten. Die jongens van de hele buurt is opeens weer samen zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Zelfs mensen met wie jij niet chillt, misschien die je niet eens mag. Maar het is toch jouw broeder, je gaat met hem samen. Je bent aan het vasten samen, je weet toch? En wat is lauw? Ik hou die jointje vast terwijl ik hierover praat. Niet goed, weet je wat? Wat is lauw daaraan, begrijp je? Dan is het lauw zeg maar, voor mij om in de buurt te chillen. Maar broer, in de buurt chillen heeft ook geen zin, broer. Tenzij je in de buurt money maakt, je weet toch? Maar 9 van de 10 keer die boys die in de buurt chillen zijn jointje aan het roken of niks. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus, weet toch, en dat is ook helemaal niet wat ik bedoel met ik ben aan het rennen in de buurt of iets. Snap je wat ik bedoel als ik zeg ik ben aan het rennen in de buurt? Begrijp je? Ja, ja, ja. Dus dat is de enige reden waarom je ons op straat catcht. Begrijp je? Ja. Dat ik hang niet op straat en shit. Je weet toch, die tijd was toen ik geen waggy had en Torres. Mm. En die had ik al toen ik 17 was, snap je? Schkun de 106. Begrijp je, broer, normaal. Ja, ik vind het een hele mooie afsluiting van de show. Jongens, ik wil jullie echt bedanken voor het komen. Ik vond het fucking gruwelijk. Ja, maar voor iedereen thuis. Maart komt dus blijkbaar het album uit van Yusilfio. Dus ga dat zeker checken. Jullie kunnen het Van Klasse kanaal ook gaan checken waar alle muziek uitkomt van de jongens. Jullie kunnen ons checken in de beschrijving. Nogmaals bedankt. Dank je voor het kijken. Yes, man. Peace. Gang, gang, gang. Ja, ik gooi hem weer, man.